Thank you.
Rotterdams Filharmonisch Orkest onder leiding van gastdirigent Jaap van Zweden. In deze hoogst dramatische Manfred Symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky in het vrijdagconcert van de Avrotros hier in Utrecht, Vredenburg in Utrecht. Jaap van Zweden die de verschillende solisten uit deze symfonie laat opstaan. Hij wilde beginnen volgens mij met de eerste hoboist. Met Remco de Vries, maar de hele houtgroep stond op. Vervolgens ging het bij de hoorngroep anders. En inmiddels staat het hele orkest om staande ovatie in ontvangst te nemen van een volledig uitverkocht Tivoli Vredenburg, deze grote zaal. Unieke kans om Jaap van Zweden nog eens een keertje te zien in Nederland. Toen deze opname gemaakt werd, zaterdag 5 maart jongstleden, toen was het nieuws net, nou niet helemaal net bekendgemaakt, dat Jaap van Zweden naar New York zou vertrekken, maar het was wel het eerste optreden van hem in Nederland. En de Rotterdammers, die hadden de eer om met hem 2 concerten te geven. Eentje in Rotterdam en eentje dan in Utrecht. Spectaculair, hoogst dramatisch stuk wat ik net al zei. Op het lijf geschreven van Jaap van Zweden. Die weet als geen ander dit soort stukken te duiden. En het publiek mee te slepen. In deze vertelling over de gekwelde geest van Manfred. Hoofdfiguur in het gelijknamige gedicht van Lord Byron. De man die een incestueuze relatie had met zijn zuster, halfzuster eigenlijk. Moest scheiden van haar, zijn toevlucht vond in de bergen, in de Alpen. Weer ver weg van haar, om haar treurde. En uiteindelijk de dood vond. Een stuk dat Tchaikovsky bijzonder aangreep. Ook hij had een liefde gekend die er niet mocht bestaan. En vandaar dat hij toen hij dat stuk had geschreven zei van dit is mijn beste werk tot nu toe. Ja. Dat is een mooi beeld. Jaap van Zweden gebied de orkestleden zich eventjes 180 graden te draaien. Naar vak E, waar minstens net zoveel mensen zitten als in vak A. In ieder geval voor zover de plaatsen, het aantal zitplaatsen dat toelaat natuurlijk. Het zit inderdaad echt helemaal tot op het dak vol.